En de vraag is, ja, laat je daardoor veranderen? Of zeg je, nee. Je laat jij je door veranderen? Heel eerlijk? Ja? Nee. Ben je op een of andere manier bang geweest toen je hier naar de studio reed? Nou, toen wist ik het nog niet, dus dat scheelt. Maar nu ik het weet, ik heb ook geen moment... We hebben wel overleg gehad, ik kan daar heel open over zijn. We hebben overleg gehad, moet je überhaupt uitzenden? Want je bent hier ook natuurlijk heel kwetsbaar. Je zit op een groot plein. Moet je uitzenden of niet? Nou, ik heb nog geen seconde daarover getwijfeld. Precies. Nee. Ook wel eens zeggen. Nee. Er is een vraag. Precies. Ik heb geen seconde. Maar het feit dat die vraag wordt gesteld, ja. Die vind ik al ver gaan. Nou ja, die vraag wordt natuurlijk gesteld met het oog op in eerste instantie veiligheid. Ja, maar jullie eerste reflex, dat hoor je ook. Sabotage bij je geluid, Frits. Ja, microfoon is kapot. Jullie eerste reflex is vooral de veiligheid van je mensen. Ja. Dat is natuurlijk wat hier ook gebeurt. Ja. Maar onze eerste reflex in z'n allen is, je wil gewoon nieuws brengen. Ja, maar mijn vrouw zegt, ik rij weg en mijn vrouw zegt, ik ga naar de studio, ik moet naar de studio, ik wil daar even zijn. Ja. Ja, goed, moet je doen. Kijk je wel uit? Kijk je wel uit? Ik rijd hier goed iedere dag, ik rij nergens tegenaan. Dan komt bij mij op dat moment in mijn hoofd helemaal niet op dat ik me onveilig voel. Dat zei Harm ook. Er is geen seconde getwijfeld aan veiligheid. Weet je, Harm, precies, want ik denk dat ik Charlie even heb genoemd, omdat sinds die tijd ook met aanslag op de supermarkt het vaak veel persoonlijker wordt. Ben je bang als je in de media werkt? Ben je bang als je van Joodse afkomst bent? Ik bedoel, ik weet niet of bij jou zit, Frits, maar daar word je vast vaker op aangesproken. Dus de angst... Bij een dubbel target. Bedank je wel. De angst, denk ik, komt dichterbij. Ja. Overigens begrijp ik dat heel erg goed. Ja. Maar het wordt wat realistischer. Dat zijn dus allemaal aspecten van de maatschappij waarin we leven. Maar dat betekent nog niet dat je naar aanleiding van vanavond... Zeker niet. Maar daarom probeer ik het ook juist. We hebben al een stap gemaakt. En bij ons Hells Angels, hier ook. Bij elk programma is zware bewaking. Vroeger waren het open studio's waar je naar binnen kwam. Waar het publiek gewoon, waar je met het publiek stond te praten. Dat is al niet meer. Dus we hebben al een concessie gedaan daaraan. Maar hoe ver gaat je concessie? Gaat je concessie zover dat je bijvoorbeeld... We hebben discussie vandaag bij jullie op BNR trouwens ook vandaag. Op scholen, veiligheidspoortjes. Ja, poortjes. Zou je naar veiligheidspoortjes moeten gaan in studio's? Je hebt op scholen veiligheidspoortjes. En toch worden daar kinderen neergestoken. Het is een illusie dat je alles onder controle kan houden. Dat in een democratie, in een open democratie is het een illusie. Nee, in dictaturen gebeurt er niks, Frits. Hou nou toch op. Nee, maar dictatuur is er geen rechtsstaat, dus kun je meteen neergeknald worden. Dat kan hier gelukkig niet. Laat even kijken, want ik opmerk dat jullie eigenlijk... Je wordt hier toch ook gewoon neergeknald? Amsterdam, dit is de een naar de ander wordt hier neergeknald. Nee, wacht, niet door de overheid. Nee, ho, ik bedoel de overheid. De politie kwam hier binnen en heeft deze man gewoon overmeesterd. Ja. En ik denk dat in de dictatuur iets anders was gegaan.